Voor iedereen die wel is uitgekeken op dat wisselvallige zomerweer en snakt naar een beetje zon en warmte, heb ik een lichtpuntje in de aanbieding. Want in de loop van volgende week gaat de zon wat vaker doorbreken, gaan die wolkenvelden wat meer naar de achtergrond verdwijnen en gaat de temperatuur ook wat verder oplopen. Maar het is nog even de vraag of dat stand weet te houden in de loop van deze laatste zomermaand, of dat die wisselvalligheid toch weer het stokje gaat overnemen. Nou, waar komt die omslag dan precies vandaan? Als we even het luchtdrukpatroon erbij pakken, valt op dat diverse weermodellen, waaronder het Europees weermodel waar we hier naar kijken, een hoge drukgebied berekenen boven het centrale deel van Europa. Heeft eventjes tijd nodig om daar tot stand te komen, maar als hij eenmaal daar gepositioneerd ligt, probeert hij ook een verbinding te maken met de hoge drukgebieden op de hogere breedtegraden, dus in de buurt van Groenland en IJsland. Nou, als dat een beetje aardig lukt en die verbinding tot stand komt, dan zorgt dat er ook voor dat lage drukgebieden vanaf de Atlantische Oceaan een beetje stuk lopen op de verbinding. En in het begin van de week lukt dat nog niet zo heel erg goed. Breken die lage drukgebieden er nog doorheen? We zien hier ook boven het noordoosten van Europa nog die blauwe kleuren terugkomen. Maar vooral in het tweede deel van deze week worden die hoge drukinvloeden steeds dominanter en stabiliseert bij ons het weer. En de wind gaat ook wat draaien naar het zuiden tot zuidoosten. En dan komt die warmere lucht onze kant op. Maar dat gaat dus een beetje in de loop van de week gebeuren. En als we dan de temperatuurkaart erbij pakken, valt op dat Nederland eerst nog aan de blauwe kant van die bubbel ligt. Min 1 tot min 3 graden wordt er berekend. Maar we zien ook wel dat die warme lucht vanuit het zuiden, boven de Britse eilanden en het westen van Frankrijk, dat die zich steeds meer begint op te dringen. Het Iberisch Schiereiland, het zuiden van Frankrijk, Spanje, Portugal, die springt er ook nog wel tussenuit. 3 tot 6 graden maar liefst bovenop het gemiddelde. Dus die zomerse warmte houdt daar nog wel even aan. Maar houdt dat stabiele weer dan stand of zit er toch wel weer een omslag aan te komen? En als ik dan even een sprongetje in de tijd ga maken, 21 tot 28 augustus, dus bijna al aan het einde van deze maand, dan worden die hoge drukgebieden toch wel wat meer teruggedrongen richting het zuiden van Europa. In Nederland wordt geen significante afwijking berekend, maar als we dan even onze aandacht verleggen naar het westen en noorden van Europa, zien we daar toch wel weer die blauwe kleuren terugkomen. Toch wel een signaal dat die lage drukgebieden vanaf de oceaan toch wel weer een wat wisselvalliger weerbeeld gaan introduceren. Maar aan de temperatuur verandert dan niet al te veel. Wisselvalligheid hoeft natuurlijk niet altijd gepaard te gaan met lage temperaturen. Want ook als we naar de septembermaand gaan kijken, zien we nog wel bovengemiddelde temperaturen terugkomen. Rond die tijd van het jaar is de maximumtemperatuur meestal 20 tot 23 graden. En in de loop van september gaat dat geleidelijk weer wat omlaag. Maar wat verder ook wel opvalt, is dat eigenlijk de hele kaart een beetje lichtrood tot wat donkerder rood kleurt. Dus dat die warmte voorlopig nog wel eventjes bij ons in de buurt blijft hangen. En met deze afwijking kunnen we toch met een paar mooie dagen wel die 25 graden nog gaan aantikken als de zomer voorzichtig aan zijn einde komt. Wat neerslag betreft beginnen we wat droger. Heeft natuurlijk met die hoge drukinvloeden te maken. Maar zodra die lage drukgebieden die verbinding weer gaan doorbreken, keert dat wisselvallige weerbeeld wel weer terug. Krijgen we weer te maken met die zomerse plensbuien, waarbij het even kort en krachtig kan regenen. Soms ook wat langer van die mieze regen. En in de tweede, derde en vierde week wordt het een tikje natter, maar wordt er ook niet een hele grote afwijking berekend. Maar we beginnen dus nog droog met 0 tot 10 mm onder het gemiddelde. Nou, dan nog even in een notendop samenvattend. We gaan van iets te koel naar warmer weer. Begint dus in de loop van die eerste week van de 30-daagse. Eerst is het vaak droog, maar in de loop van die laatste zomermaand keert dat wisselvallige weerbeeld mogelijk wel weer terug. Maar daarbij blijft het nog vrij warm voor de tijd van het jaar.